Welkom bij weer een nieuwe verhuisvlog. Woep, woep. En kijk wie hier is. Hey. Nice family. Jullie zijn de eerste bezoekers buiten Niels zijn ouders in het huis. Zeg het. Zeg woehoe. Joehoe. Beetje shy. Dat is leuk, hè? Ja, hij wil er af. Ja, goed zo. Hè? Ja, je kon niet fluiten, zeker. Oké, dag 1 van het verhuizen. Oh, er is nog zoveel werk. En dit zijn echt alleen nog maar Niels zijn spullen. Maar ik heb wel echt al deel van de keuken ingericht. De badkamer heb ik ook al een deel gedaan. De pannen zijn er ook al. Zoveel werk. Mama is nog aan het kuisen. Dit wil ik hier niet hebben staan, maar ik weet nog niet waar, maar dat zullen we wel zien. Maar het is echt veel werk. Zoals je kunt zien, ik ben echt K.O. Maar oké. Wel blij, we hebben echt al heel veel gedaan. Ik zal zelfs ook naar boven laten zien. Alleen zijn er nog geen lichten buiten deze spots in de keuken. Maar dat gaan we morgen en zondag nog doen. Oh. So much work. Het is ondertussen, hoe laat is het? Oeh, kwart na 11. Ik heb wel een fles water. Is deze koud? Ja. Meenemen naar boven. Mag ik daarvan drinken? Ja, mag ik daarvan drinken. Het was een lange dag, schatje. Oh, ja. Oh, ga ik durf niet in de lens zien. Nee, ik heb het door. Kom maar. Zet de muziek af. En de... Wat is dat? De lichten moet ik nog ondervinden waar dat is. Ah, dit is aan. Waar is dat? We gaan wel even moeten schijnen, denk ik. Die spots die zijn volgens mij hier ergens. Nee, hier, ik heb ze. Wacht, dan doe eens niks. Ik wil eens weten wat dit is. En die andere is buiten. Die is buiten, ja. Ja. En dit is dit. Nee, wacht. Dit. Ah, dat ligt aan de dingen is nog aan. Welke is waar? Dit. Die is daar. En die bovenste, dat is denk ik hier, ja. En die bovenste is de keuken. Ja, dat is ook... Ah, ik denk dat die daar is. Ja. En die onderste dit. Ja, maar daar hebben we nog geen lampen. Ik ga nog even naar een machine. Ja, is goed. Ik ga al naar boven, goed. Wilt jij dat trolleyke nog meenemen voor mij? Ja, ik ga dat klaargezet. Ah, dank u. Hebben we eigenlijk de deur gesloten of hoe werkt dat? Is de deur al toe? Ah, nee. Ja, nu wel. Heb je een sleutel daarop? Nee, dat is draaien. Ah, dat is ook draaien. Ja. Oh. Mijn stofzuiger staat hier nog. Oké, nou. Ik ga al douchen snel, goed? Ja. Oké, thanks babe. Pak je mijn... Ik pak je trolley. ...offertje nog mee. Ik zal die baseballbed al meenemen. Goed? Oké. We're going up. Ik ben echt... Ik heb echt een dubbele kin in dit engel, maar maakt niet uit. Ik ben echt stikkapot. Oké, ik ben op een... Ik ga die bed hier leggen. We hebben zo'n baseballbed. Niels heeft dat op zijn appartement. En die staat bij. Dus dat is wel... Weet je, als ze inbreken, niet bij ons. Hè. Oeh, lampje. Oké, dus deze nacht gaan we hier slapen.
In de dressing. Dressing. In de logeerkamer. Dus dit is de logeerkamer. Hier staat zo'n krukje met een lamp. En Niels zijn bed. Moet het bed nog even opmaken. En dit in de kast leggen. Maar zo ziet het eruit. Het is wel heel gezellig. En dit wordt, ik heb dat wel al laten zien, maar dit wordt onze... Ah, hier is geen licht natuurlijk. Ja, je ziet niks. Maar dat wordt onze slaapkamer. En dan dit is de badkamer. Die is ook al wel semi-oké. Er staat wel nog een zak. Maar alles is al gekuist hier op dit verdiep. Dus dat is wel fijn. Ja, daar komt de dressing, maar dat ziet je nu ook niet. Maar alleszins, I'm very happy. I'm very tired ook. En ik ga nu slapen. Ik heb niet heel veel gefilmd. Ook omdat, ik ben gewoon heel de tijd bezig. En ik kan moeilijk als iedereen aan het werken is, volle bak, heel de tijd met mijn camera hier zitten. Ik kan het niet opzetten. Hey, ik moet wel een beetje bukken, maar... Maar ja, ik kan niet heel de tijd filmen terwijl iedereen aan het werken is. Dat zou ook stom zijn voor de werkende mensen. We hebben vandaag wel veel hulp gehad van Niels zijn, mama, stiefpapa, mijn ouders. En dan Nicky en Amber. Niels zijn beste vriend en zijn vriendin. Super, super lief dat die zijn komen helpen. En dan Celine en Nick en Noah zijn ook nog langs geweest. Dus dat vond ik ook super fijn dat die zijn komen kijken. Mijn schatje Noah en mijn schatje Celine ook. En Nick een beetje. Nee, echt mijn favoriete mensen zijn vandaag langsgekomen. Dus wel heel fijn. Maar we gaan nu slapen. En morgen is weer vroeg. Want om 10 uur komt de verhuislift bij mijn appartement. Dus ja, we zullen vroeg op moeten, toch om 8:30 of zo. Dus dat is onze eerste nacht hier. Kijk er naar uit. Hopelijk vonden jullie het al leuk om te zien. Ik ga morgen sowieso verder vloggen. Dus, maar doe al even thumbs up, hè, als jullie het tot nu toe leuk vinden. En dan ga ik morgen verder vloggen. En nu slapen. Slaap wel iedereen. Goedemorgen. Het is 9:15. We hebben echt een rot slechte nacht gehad. Kei veel muggen. Ik denk dat we in totaal... Hoe lang zouden we in totaal geslapen hebben? 2 uur of zo. 2 uurtjes, ja. Inderdaad, we gaan even ontbijten buiten. Goedemorgen. Hey. En ja, we hebben echt zo slecht geslapen. Echt niet normaal. We waren heel de tijd muggen. En dan was er kei veel licht, want er kwam de zon op en ik voel het ook echt dat ik niet heb geslapen. Dat maakt me heel angstig altijd. Dus hopelijk dat we de dag vandaag overleven. Maar we moeten, hè. We moeten. Oké, ik ontbijt met pompelmoes en yoghurt en havermout en Niels heeft gewoon... Uitgedroogde oud. Uitgedroogde havermout. En een glas water. Ik weet niet op hoeveel het die microgolf moet. Ah, oké. Okay. Ja, dat moeten we nog ontdekken. Hè. Maar het is wel heel fijn, moet ik zeggen, om in een tuintje te kunnen eten. We gaan nu vertrekken naar mijn appartement. Want vandaag gaan we daar alles halen om hier te brengen. Oké. Dit is toe. Gonna be fun. Zeker omdat we allebei zo moe zijn, omdat we zo slecht hebben geslapen. Maar het komt goed. We hebben een camionet, dus let's go. Hey. Dat is echt groot, die camionet. Amai, ik voel me zo hoog. Het is aan dat je zo veel ziet. Ja, je ziet heel veel, inderdaad. Okay, we zijn nu op mijn appartement. De katjes zitten op de slaapkamer met eten, drinken en de kattenbak, zodat we de ramen open kunnen doen. Die van de verhuislift zou binnen 1 minuut moeten komen. En gaan we dit allemaal met de lift doen. Maar het is hier heet, hè. Het zit hier beter aan het raam, hè. Ja, het is hier echt veel te warm. Echt niet normaal.
hebben deel 1 in de camionet en een mama haar auto. Het valt precies nog mee langs boven. Dat moet nog mee. En... wat blief? Ja, dat is allemaal kleren, hè. Ja. En wat hier staat, ga ik nog naar onder brengen. Nog zo kleine rommeltjes. Hier staan ook nog wel kleine rommeltjes, maar het valt mee. Katjes zitten trouwens hier in de slaapkamer. Omdat de ramen wagenwijd openstaan, dus ja. Oh god. Ik ben echt dood. Ik drup echt met zweet. Heel tof. Oh. Het is zo fucking warm. En dan dit doen. Not so fun, hè. Maar ik ben nu... ik heb me echt voor niks geschminkt. Ik ben nu alleen hier. Want ze zijn de camionet uitladen en mama haar auto. Dus ik ben nog zo die laatste prulletjes aan het doen. Dat is heel de tijd trappen op, trappen af. Dat is echt vermoeiend. Oké, laatste loodjes. Kom op, hè. En het is leeg. Wat er nu nog staat is voorbij mijn zus op kot. Voor de rest is er niks meer. Hier is even de kattenspullen. Nog garmde katjes denk ik echt, hè. Maar this is it, hè. Het is ondertussen 3:30 en we gaan pauze pakken. We hebben ons gedoucht. Niels is nog snel aan het douchen. Mijn pilletjes nog pakken. Want mijn oma haar huis is verkocht vanaf de eerste. Dus we gaan met de familie nog eens een laatste keer naar haar huis toe. En ja, daar ook natuurlijk wel heel graag bij zijn. Dus dat gaan we doen. En dan pak ik dat we van 6 of 7 terug zijn. En dan verder kunnen werken. Ik heb me trouwens niet geschminkt. Ik heb al mijn schmink eraf gewassen, behalve mijn mascara. Nu zie ik best wit in mijn gezicht tegenover de rest. Maar boeien. Ik ben aan het verhuizen, hè. Dus ik heb echt geen goesting om dat te doen. Bye bye, huis van Omi. We hebben allemaal frietjes gegeten. En mijn auto is ook van oma. Dus die is terug thuis, even. Want nu gaat hij terug naar Paarl. Maar we hebben afscheid genomen en frietjes gegeten. En ik was heel blij dat je mee was. Graag gedaan. Ondertussen zijn we terug thuis van bij mijn oma haar huis. Afscheid genomen, frietjes gegeten. Het was echt super leuk om daar nog eens te zijn. En nu gaan we de living kuisen. Woehoe, so much fun! Lieving is gekuist. Dat was onze laatste taak voor vandaag. Allee, nee, we gaan de Lieving nog even op orde zetten zelfs. Maar alles is al helemaal geschrapt en gekuist. Dus dat is goed. We gaan terwijl het droogt genieten van een glaasje en onze tuin. Oké, het einde van we zijn verhuisdag 2. En ik ga jullie even laten zien hoe het er nu uitziet. Er komt nog een nieuwe zetel wel en zo. En de aankleding is nog niet gebeurd. Maar een paar dingen zijn wel al gezet. Hier is de keuken.
Hier staat een mandje voor de katten. Twee planten. De tafel. Waarom houd je altijd alles zo recht? Nee, ik was aan het kijken welke hoe dat het mooiste was. Ah, oké. Okay. Daar staat een rek. Ik vind alleen de kattenpaal hier echt niet passen. Maar dat kunnen we nog zien. Er komt ook nog een andere zetel aan de salontafel. Daar ben ik ook helemaal niet zeker van. En er komt ook een andere tv-kast en een andere tv. Eigenlijk alles. Oeh, ja, nee, alle toch? De tafel en misschien het rek. Ja, en misschien het rek. Ja, dat vind ik nog wel oké hier. Ja, dat vind ik wel nog oké. Past ook wel bij de keuken, vind ik. Dus dat is wel goed. Maar daar ben ik niet van overtuigd. Salontafel. Ja. Te groot misschien. Ja, en zo lomp, precies. Je kunt daar ook niet zo tof kaarsen of zo op zetten, maar... Ja, we zullen zien. Dit hebben we buiten gedaan voorlopig. Dus hier is de lounge set. De tafel komt morgen. Ik weet niet wat die stoel daar staat te doen, maar... Het ziet er zo uit. Daar is de parasol, maar die ligt even omdat het zo waait. Dan hebben we hier lampjes gehangen. Ik weet niet of je het ziet, want het is nog redelijk licht. En ja, daar is het. Amai. Hey. En ik zal ook nog even laten zien wat we al hebben in onze slaapkamer, nu het nog licht is. Wat? Semi-licht. Semi-licht, ja. Dat is wat schemerig. En ik ben echt dood. Maar echt dood. Okay, hier is onze slaapkamer. Spiegel, plant, man met tekentjes. Het bed, nachtkastjes, die lamp komt hier te hangen. Ik weet wel niet als die te groot gaat zijn. Maar we zullen zien. Ja, dan moet nog weg. Dan hebben we dit. Plant. Kiki. Een kast. Hier komt nog een tv op. En ziet het er langs deze kant zo uit. Het is een hele grote kamer. Dus het lijkt wel heel ruim. En hebben we nog iets gedaan? Ja, de dressing. Hier, ik ga nog een dressing zetten, een hele ingebouwde, maar dat duurt even eer die er is, dus dit is wat we voorlopig hebben. Jokes. Dus, ja, nog niks uitgepakt, maar dit is voorlopig de dressing. En ik weet niet of ik de badkamer al had laten zien gisteren, maar niet op die zak laten, dat moet ook nog weg. Ik ga die even hier leggen. Dit is de... En die pet van Niels. Ik ga die in de dressing even leggen. Want het trekt op niks. Zo. En dan is dit de badkamer. Zo, hier zijn matjes. Die liggen scheef. Sorry als ik heel onenthousiast lijk, maar ik ben echt stik kapot. We hebben dit hier. Dit pompenbak. Wasmand. Daar staat nog een mandje met productjes. Dit vuilbakje. Mat. En de douche. En productjes. En hier hebben we handdoekhanger aan de deur. En dat is het denk ik voorlopig. Ja, de logeerkamer hadden jullie al gezien. En dit wordt een beetje opbergruimte. Dus dat is wat hier voorlopig staat. Oké, ik ga deze vlog hier afsluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk. Doe zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. En dan zien we jullie in de volgende vooruitvlog. Doei!